Het zijn drukke tijden voor de organisatie van de Eneco-tour en dan met name voor het plaatselijke comité. Zo werden vrijdag alle dranghekken gebracht waarmee de stad afgezet zou worden. En ook werd op vrijdag een begin gemaakt met het bouwen van het podium. Het podium waarop zondag de ploegen worden voorgesteld die mee gaan doen aan de Eneco-tour. En ook werd toen het sponsorpodium opgebouwd naast het stadhuis. En zaterdagmiddag werd een groot doek uitgelegd in een stuk weiland naast de finish. Age Boskma, Stefan Rekker en Daan Lunter waren daarmee bezig. Om op die manier ervoor te zorgen dat straks vanuit de lucht Bolzwart wat extra reclame krijgt.